genomen. Nu jullie hier toch zijn, zullen we dit op een rustige manier... Dus, grote broer, geef je eindelijk toe dat ik gelijk heb en kom je je overgeven aan de hunterstam? Dat nooit. Dan bekijk je het maar. Bakkaan, stelletje beesten. Ach, we hebben ze in ieder geval bij elkaar gebracht, toch? Ja, maar dat niet gelukt. Terugtrekken, mijn beste hertenbroeders. Haha, grijp die zielige hertenslappelingen. Leve hunter! Wacht. Hier klopt iets niet. Het is een val! Hinderlaag! Je hebt verloren, Polly. Blijkbaar gaat je speciale behandeling je deze keer niet redden. Geef je nu gewoon over. Genoeg gepraat! Geef haar de volle laag! Wow, wat? Zoek dat je... Dat is wat een grote broer moet doen, Sprig. Die past zo goed op een kleine zusje. Wat heb ik gedaan? Waarom, Sprig? Ik begrijp het gewoon niet. Toen ik zag dat je in gevaar was, besefte ik opeens... Het maakt niet uit wat eerlijk is. Wat het belangrijkste is, is dat ik hier ben om voor je te zorgen. We geven ons over, Polly. We geven ons over. Broertje, nee! Nee! Oké, mensen. Het is mooi geweest. We zijn klaar hier. Ja, ik ben het nu ook wel een beetje zat. Yeah. Blij dat ik eindelijk de kans kreeg om dit schatje te gebruiken. Oh, dat was echt spannend. Een paar seconden geleden wilden jullie elkaar nog afmaken. Is iedereen daar serieus nu al klaar mee? Oh, dat is gewoon hoe wij zijn, Anne. Je had ons vorig jaar moeten zien bij de avocado-amandelruzie. We maakten het dorp bijna met de grond gelijk.